hartstikke fijn dat u er bent, dat het gelukt is. Zet u alstublieft uw geluid uit, dus dat betekent dat u gemute staat, want anders kan u meekletsen tijdens deze lezing en dat is voor nu even niet de bedoeling. We horen u altijd graag praten, maar nu even niet. U had gezien dat de meeting werd gehost door Esther. Nou, dat ben ik dus. Ik kom straks ook nog even aan het woord, maar dan weet u dat vast. We zijn hier te gast bij het Curio College in Breda, de Frankenthalerstraat. Nou, hartstikke mooi is het hier. Ook heel erg bedankt aan de meneer die hier speciaal zijn vrije zondag opoffert om ons te voorzien van koffie, thee, een wifi-kabel en al dat soort gebeuren. Dat is echt heel erg fijn. Nou ja, het is 2:30, dus we gaan beginnen. En ik geef het woord aan de penningmeester van Groei en Bloei Breda, Plony van der Ham. Hartelijk welkom op onze jubileumbijeenkomst. Er zijn vandaag een paar bijzondere gasten. We heten bijvoorbeeld wethouder Tim van het Hof. Hartelijk welkom. Fijn dat hij erbij kan zijn. Tim is speciaal gekomen om te zien welke verrassing wij hebben voor onze leden. En vervolgens komt de stadsecoloog Rombout van Ekelen, die gaat ons nog iets vertellen. En Emmy Nelissen vertelt ons over Breda, stad in een park. Dus niet park in de stad, maar nee, het is een stad in een park. Daar moet ons groene hart toch wel een beetje sneller van gaan kloppen, zou ik denken. De middag wordt aan elkaar gepraat door Esther, die hebben jullie net al even gezien. En nu geef ik het woord aan Esther en aan wethouder van het Hof. Dankjewel. Nou, daar ben ik weer. Ja, ik vind het echt superleuk. Ook even tegen de mensen van het bestuur die hier vandaag zijn, dat ze deze online bijeenkomst toch door hebben laten gaan. Want we zijn echt al 2 jaar bezig met de voorbereiding hiervan. U zal het niet geloven, maar 2 jaar is het bestuur hier al mee bezig geweest. En ja, iets heeft roet in het eten gegooid. Ik ga de naam niet noemen, maar u zal het allemaal vast wel weten. Dus ik vind het echt fantastisch dat het toch is gelukt om dit vandaag hier te organiseren. En ook dat de wethouder erbij kan zijn. Want het bestuur heeft echt zoiets leuks gedaan. Het bestuur vindt echt heel belangrijk dat ook mensen dingen samen doen. Ouders met kinderen, opa's en oma's met de kleinkinderen. Ze houden van groen, ze houden van de tuin, ze houden van uitdagende projecten in de tuin. En daarom hebben ze aan mij gevraagd of ik mee wilde werken aan het maken van een heel bijzonder boek. Een boek over de tuin en dingen die je in en bij de tuin kan doen. Nou heb ik wel eens vaker een boekje geschreven. Sterker nog, totaal iets van 40 of zo. Dus op zich zijn ze ook wel bij het goede adres daarvoor. En vaak maak ik ook illustraties bij de boeken. In ieder geval als de boeken voor kinderen zijn. Dus hebben wij samen met het bestuur, of het oude bestuur, want inmiddels zijn er alweer wat nieuwe, een prachtig boekje gemaakt. De wondere wereld van de tuin. 60 geheimen om samen te ontdekken voor jong en oud. Dus wat is nou het idee van dit boekje? De wethouder die heeft het al even in mogen kijken, de PDF dan. 60 geheimen met allerlei leuke dingen die je samen met je kinderen of alleen in de tuin kan doen. Nou, ik vind het een enorme eer dat ik het allereerste boekje mag uitreiken aan de wethouder. Alsjeblieft. Ja, zeker. Even, er is mij gezegd dat ik dan hier moet staan, want dan sta ik mooi in beeld tussen de posters hier op de achtergrond. Maar ik denk dat jullie er als leden en ook als bestuur enorm blij mee mogen zijn. Eigenlijk hadden dit 60-jarig jubileum van jullie had al 2 jaar eerder moeten plaatsvinden. Helaas, corona heeft roet in het eten gegooid. Maar waarom vind ik dit nou zo'n mooi boekje? Hè? We zeiden het net al, in Breda zijn wij bezig met de ambitie voor stad in het park. Dat betekent dat we echt groen in de stad willen krijgen. En dat doen we als gemeente. We hebben daar als gemeente een, zo heet dat dan, een beleid. We hebben een groen kompas opgesteld. Maar eigenlijk krijgt dat pas betekenis als niet alleen wij als gemeente beleid maken, maar ook jullie enthousiaste inwoners van de stad.
maar ook van West-Brabant heb ik gehoord, echt actief aan de slag gaan met het vergroenen van je eigen omgeving. En dat begint natuurlijk bij je eigen tuin. En ik had gisteren hadden we een online bijeenkomst met de community stad in het park. Emmy gaat daar dadelijk nog wel meer over vertellen. En een van de groepjes waar ik bij zat, ging juist het gesprek over en hoe enthousiasmeren we kinderen nou ook om met groen bezig te zijn. En ik denk, nou ja, een dag later ligt er dan al meteen zo'n boekje. Dat is echt, was natuurlijk al een klein, had eigenlijk het boekje al eerder moeten zijn. Maar goed, dit is volgens mij echt een voorbeeld hoe je kinderen mee kan nemen in het vergroenen van je eigen omgeving. Dus ik heb gehoord, hier staan hele mooie verhaaltjes in van Babs, Speedy en Evert, waarmee je samen met je kinderen, en ik laat ik wel wezen, ik heb één klein kindje, nu net een jaar, dus ik ga in ieder geval wel verhaaltjes aan hem voorlezen. En ik hoop echt dat ik over een paar jaar samen met hem ook onze eigen tuin wat verder kan gaan vergroenen. Dus dank jullie wel. Heel veel succes. Ga vooral ook verder met elkaar aan de slag. En ik hoop dat we elkaar, in ieder geval jullie elkaar ook, een keer weer live mogen ontmoeten. Als je weer met elkaar weer samen mogen zijn. En corona weer even wat ruimte laat om weer echt buiten elkaar te treffen. Dank jullie wel. Ik ga dit boekje in ieder geval mee naar huis nemen en met mijn zoontje ook doen. Fijne middag. Ik heb al 2 jaar geleden bij het oud bestuur van Groei en Bloei aan tafel gezeten. Plony, Wijnand, Trace en Dini. Om dit boekje voor te bespreken. We zijn geheimen gaan verzamelen. We hadden wel meer dan 100 geheimen, dus misschien komt er ook nog wel een deel 2. Maar we hebben de 60 leukste geheimen hebben we nu in het boekje gezet. Zij kenden mij nog niet, ook niet als illustrator. Dus ik had een verrassing voor hun. Ik gaf hun een beker. En ik zei, nou ja, wie weet doen we nog wel wat tegen die tijd. Ik ga nu ook de allereerste beker overhandigen aan de wethouder. En ik wil gelijk ook mijn mede-auteurs even naar voren roepen om hun zo'n mooie beker in aan te bieden. Nou, er staat hier op deze beker, ik vind je lief. En de slak zegt, ik bloos ervan. Ik dacht, in deze tijd kunnen we niet genoeg liefs gebruiken. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor dit plaatje op de beker. Hij is geschikt voor warme chocolademelk, cappuccino, koffielatte, wat je maar wil, thee. Hij kan in de vaatwasser. Dus niet de sterke vaatwastabletten gebruiken. Maar ik heb heel veel plezier. Dank je wel. Nou, ik wil toch heel graag even alle schrijvers en inspiratoren van dit boekje aan u voorstellen. Plony, Wijnand, Dini en Trace. Misschien kunnen jullie even in deze volgorde langs paraderen. Dat ik even ook zo'n mooie beker aan jullie kan uitreiken. Want ja, voor corona moeten we het allemaal toch een beetje op afstand houden. Maar, hier komt Plony. Applaus! Dankjewel. Daar komt Wijnand. Applaus! Ja. Zij hebben ook de teksten aangeleverd voor een gedeelte en de ideeën. En ik heb daar dan weer verhaaltjes bij geschreven, inderdaad, met de dieren die een rol spelen in het boekje en die dus ook op de beker staan. Daar komt Trace. Nou, hartelijk bedankt. Even daar dag zeggen tegen de mensen. Dus Trace. En Nini. Daar even dag zeggen tegen de mensen. Nou, dat was even voor mij. Dan ga ik nu het woord geven aan de stadsecoloog Romuald van Ekelen. En daarvoor moet ik even ook een presentatie aanzetten. Dus geef mij heel even. Ja, verder zijn we zelf bezig als gemeente met een brochure. Natuur als goede buurt. Die we aan het maken zijn, die verwachten we dit jaar, zeg maar, de eerste helft van dit jaar wel af te ronden. Dus dan kunt u ook bij de gemeente terecht om voor wat meer informatie over dit onderwerp. En we zijn ook bezig bij Boerderij Volstra om daar 2 voorbeeldtuinen aan te leggen.
Waar we ook, kunnen zien zeg, hoe het in de praktijk eruit ziet. En dat het ook niet altijd. Mensen denken vaak maar zo'n wilde tuin, dat zit wat rommelig, zeg maar. En dan moet ik echt door de jungle zeg, met een machetemes om de grasmaaier te vinden. Nou, is niet zo. Het kan er ook echt heel erg anders uitzien. En dat proberen we ook te laten zien. Ja, verder wil ik jullie bedanken, zeg maar. En ja, ik denk dat het ook het grote eigenlijk inzicht is, zeg maar. Als je nou een biodiverse tuin hebt, dat die biodiversiteit over je huid in je darm doorloopt. En daar ook zorgt voor ja, een gezonde geest en een gezond lichaam. Dank u wel. Dus zo denk ik dat we een gezondere wereld van de tuin kunnen. Nou, hartelijk bedankt. Wat een fantastisch verhaal. En er waren ook heel veel dingen bij die ik zelf nog niet wist. Dus, nou, heel goed. Ik heb ook een beker voor jou. En zo meteen allemaal meteen naar buiten om een grote hap modder te nemen. Dat heeft u wel begrepen, zeker, hè? Even kijken. Volgens mij is nu het delen alweer opgeheven. Ja, nou, ik hoop dat het allemaal nog lukt. We hebben nog een paar mensen in de wachtkamer zitten, zie ik hier. Dus die ga ik weer even toevoegen. Nou, wat een leuk verhaal was dat, zeg. Nou, zoals ik al zei, we gaan de presentatie straks ook op de pagina erbij zetten. Dus dan kan u het ook allemaal nog even rustig nalezen. En ook de boekjes die deze meneer noemde. Oh, de PowerPoint loopt niet door, lees ik hier. Nou ja. Hij komt ook op de pagina erbij te staan straks. Dus dan kan u alles nog even rustig teruglezen. Trouwens, in het boekje Groei en Bloei speelt bij ook een, van Groei en Bloei speelt bij ook een hele grote rol. Want het is één van de hoofdpersonen in het boekje. Nou, dat was Rombout van Ekelen, onze stadsecoloog. We hebben nog een spreker voor u. En dat is Amy Mellison. Zo, hallo allemaal. Fijn dat jullie kijken. Jullie hebben net het hele mooie verhaal van Rombout gehoord, mijn collega. En dat ging eigenlijk over nou, hoe belangrijk dus gezondheid is. En ik ga jullie nu iets vertellen over hoe we nou, die gezondheid ook kunnen bereiken door van Breda een stad en een park te maken. Zoals wethouder Tim van het Hof al zei, nou, dat is een van de ambities van Breda, van de hele gemeente Breda. Om een stad in een park te worden. Dat betekent een groenere stad. Een stad waar biodiversiteit ruimte heeft. Ook een stad waar je lekker kan sporten buiten. En dingen kan beleven. Maar ja, dat moeten we wel samen gaan doen. De gemeente kan natuurlijk heel veel doen. En dat, daar zijn ze ook al mee bezig. Maar het gaat ook heel erg over wat wij zelf als inwoners van Breda en omstreken. Want nou, vergroening houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Die bijtjes gaan ook echt wel over de grens heen. Dus dat wij samen daaraan werken. En daarvoor hebben wij, heeft de gemeente, maar vooral Breda nou zelf, hebben de community Breda Stad in een Park opgezet. Die community is voor en door Bredanaars. En die bestaat uit mensen met allerlei verschillende achtergronden. Dus dat zijn niet alleen maar mensen die echt een al eeuwig in het groenvak zitten, maar ook mensen die ondernemen, die bijvoorbeeld een dakterras, een groene daktuin willen aanleggen. Mensen die bij de hogescholen of gewoon in basisscholen werken. Zijn mensen die in andere belangrijke instellingen werken. En gewoon mensen die in hun eigen wijk iets willen doen, maar die bijvoorbeeld nog helemaal niet zo goed weten wat dan. Die komen allemaal samen in die community om daar samen te werken aan onze gezamenlijke droom. Nou, dat is dus Breda Stad in een Park. En om een beetje een idee te geven van wat houdt die droom in. Nou, bijvoorbeeld dat je, nou, als je naar buiten komt, dat je overal groen ziet. Dat je wilde dieren dagelijks tegen kan komen in je tuin of op je weg naar de supermarkt. Dat je buiten in de buitenruimte je eigen groenten en fruit kan plukken. Dat je kan zwemmen in schoon water in de singels. En dat je bijvoorbeeld als je wil gaan hardlopen, dat je rondje in de natuur eigenlijk al gewoon bij je voordeur begint. Dus dat je niet eerst helemaal naar het mastbos of naar een ander bos hoeft te gaan. Nee, je begint gewoon daar en daar voel je al meteen lekker in de natuur. Nou, waarom hebben we die community? Nou, dat is dus omdat je samen nou eenmaal veel sterker staat. En dat je samen ook kennis kan delen. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel waarom Groei en Bloei zo'n belangrijke aanvulling is voor de community. Die hebben ongelooflijk veel kennis over groen. En dat heeft niet iedereen in de stad. Maar daar zo over meer van wat jullie in die community kunnen doen.
Maar we kunnen dus samen kennis delen, samen inspiratie delen. Samen kunnen inwoners die elkaar vinden in de community kunnen met hun buurtbewoners kunnen zijn aan de slag. Om gewoon hun eigen buurt te gaan vergroenen. Hun eigen, ook hun eigen tuin, hun eigen dak. Misschien weet iemand, weet je buurman wel hoe dat werkt en weet je dat zelf niet. Dus dan kun je elkaar heel erg vinden. Dat is ook wat de mensen in die community eigenlijk doen. Er zijn een hoop mensen die allerlei hele toffe initiatieven hebben. Die bijvoorbeeld bij organisaties al zitten, zoals Groei en Bloei. Maar ook andere organisaties, zoals Markant heb je in Breda. Je hebt allerlei kinderboerderijen, heb je bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Je hebt de vereniging Markdal. Je hebt allerlei verschillende kleinere buurtinitiatieven. Die vinden elkaar om informatie te delen en inspiratie te delen. Maar we hebben ook kleinere initiatieven die gewoon ontstaan omdat mensen geïnteresseerd zijn. Bijvoorbeeld waar Groei en Bloei ook bij aan is gehaakt. Een tuinplantenkringloop, die komt in Vellenoord. Dat is een pilot om ook de ruiltuininitiatieven in Breda naar een boost te geven. Dus dat jij, als je planten over hebt, tuinplanten over hebt, dat je die daar kan neerzetten en dat iemand die kan ophalen. Nou, dit zijn allerlei verschillende soorten dingen die we met de community willen doen. Behalve gewoon dat we ook inspiratiebijeenkomsten willen organiseren. En lekker samen ons met dit thema kunnen bezighouden. Nou, wat je dus zelf kunt doen als lid van Groei en Bloei. Nou, mocht je in Breda wonen, in de hele gemeente, kun je daar, als je interesse hebt om bijvoorbeeld je buurt mee te vergroenen, kun je contact opnemen. Er zijn in een paar buurten zijn al, op een paar wijken zijn al verschillende cirkels aan het ontstaan. Dus een cirkel is eigenlijk een groep van mensen die iets wil gaan organiseren en bereiken. Nou, dat is bijvoorbeeld in Bavel, in Prinsenbeek, in Eipelaar en in Ulfhout. Maar mocht je zelf initiatief willen nemen, dan kan dat ook. Heel graag zelfs. Dan helpen wij vanuit de community daarmee. En één ding wat wij echt super tof zouden vinden als Groei en Bloei mensen daar interesse in hebben, is die kennis delen die jullie op allerlei verschillende terreinen hebben. En een beetje een expert ambassadeur worden. Dus als mensen zeggen, ik wil wel een tuin aanleggen, maar ik weet niet zo goed, ik weet niet zoveel van rotstuinen, of ik weet niet zoveel van bijen, of ik weet niet zoveel van hoe ik dat kan doen met bepaalde inheemse planten. Dat mensen die interesse hebben van Groei en Bloei een vraagbank zijn eigenlijk, waar mensen die nog niet zoveel weten hun vraag kwijt kunnen en die kennis kunnen ophalen. En verder zijn jullie allemaal welkom om gewoon het verhaal te verspreiden van de Breda Stad in het Park community en Breda Stad in het Park in het algemeen. Want door het verhaal te verspreiden en door steeds meer mensen enthousiast te maken, daar kunnen we natuurlijk mee bereiken. En dan kunnen jullie ook, als jullie willen, ambassadeurs worden van Breda Stad in een Park. Dat kan door een mailtje te sturen naar Breda Stad in een Park, allemaal aan elkaar, @gmail.com. We hebben ook een website. Dat is www.bredastadinenpark.nl. Moet je wel even in je adresbalk intypen, want we zijn nog niet helemaal makkelijk vindbaar op Google, dus vergeet het niet gewoon even in te typen www.bredastadinenpark.nl. En we hebben ook een Facebookpagina, daar kun je ons ook op vinden. Maar in de toekomst, in de heel dichtbijzijnde toekomst, gaan we onze stichting oprichten. En dan krijgen we een hele mooie nieuwe website en van allerlei dingen. En dan gaan we heel erg groeien met elkaar. Het stichtingbestuur kun je daar dan ook op vinden. Het is nu een bestuur van 5 mensen en die hebben er super veel zin in. En ik als kwartiermaker mag die gaan ondersteunen. Dus dat is eigenlijk mijn verhaal. Sluit jullie vooral aan. Meld je aan voor de nieuwsbrief via de website die ik zojuist heb genoemd. En hopelijk tot daar. Ook bij de bijeenkomsten die we gaan organiseren. Hartelijk dank. Nou, fantastisch, Emmy. Heel veel dank. Ook voor jou zo'n superleuke beker. En heel veel, het is een prachtige initiatief. Dus we klappen nog even. En jullie klappen thuis natuurlijk ook allemaal van Emmy.
En ik zal straks ook de linkjes naar de websites die genoemd worden op de pagina plaatsen, waar alle informatie staat over deze lezing en waar u straks ook deze lezing terug kan kijken. Want u wil dit natuurlijk nog 100 keer bekijken, zo leuk als het is. Nou, we gaan mooi in de planning. Dat is wel heel fijn, want het is ook heel belangrijk met zo'n online lezing dat het allemaal niet uitloopt. Er gaan al wat mensen lopen hier in de zaal en dat is het huidige bestuur. Ik wil nog even het woord geven aan de penningmeester van het huidige bestuur, Plooy van der Ham. Want zij heeft nog iets heel leuks te vertellen. Dus daar komt ze, Plooy van der Ham. Ja, daar ben ik weer. Kijk eens, ik heb hier een hele stapel boekjes, maar dat is nog lang niet alles. Want we hebben er een heleboel laten drukken. En het is de bedoeling dat de leden die interesse hebben, die kunnen zich opgeven om een boekje te krijgen. U krijgt daar nog een nieuwsbrief over of een nieuwsflits. En daar leggen we precies uit hoe het allemaal gaat doen. Maar nu wil ik iedereen even heel hartelijk bedanken voor zijn komst. De wethouder voor zijn mooie woorden. Emmy ook. En Rombout voor zijn verhaal. We hebben er heel veel van opgestoken. En ik hoop dat jullie straks kunnen genieten van het boekje. Want er staat ook een heleboel in wat vandaag ook ter sprake is gekomen. Dan wil ik als eerste Esther bedanken voor de presentatie. Nou, een boekje heb je al. Ik wil hem graag wel gesigneerd. Oh ja, dat komt nog. Ja. Esther. Niet te vlug. Oh, dank jullie wel. En de wethouder, wilt u nog? Nee, hij krijgt een bloemetje. Heel hartelijk bedankt voor je komst. En ik hoop dat we in de toekomst nog een keer gebruik kunnen maken van alles wat er in de stad gebeurt. Ja, dank je wel. Dank heel hartelijk bedankt. Dank je. Rombout, mag ik je? Heel hartelijk bedankt. Dank je wel. Hartelijk bedankt. Daar is je goed. Ja, dat is fijn. Emmy? Dank je wel. Dan natuurlijk de schrijvers van het boekje. Dini. Het is een heel leuk project geweest. Hartelijk bedankt voor je medewerking. Een goede samenwerking. Het is heel jammer dat dat 2 jaar heeft moeten duren, ja, door de hele problemen. Maar uiteindelijk, het is heel fijn. Ja. Dankjewel. Freze heeft alle kennis over de bloemen, dus die heeft ze ook aan het boekje toegevoegd. We zijn heel blij dat je dat wilde doen. Even in beeld. Oké. Okay. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Ja. Ja. En dan moet je hartelijk bedankt. Nou, graag gedaan. Hè? En dan Wijnand nog. Wijnand heeft alle verstand van het klimaat en van allerlei van regentonnen en van regenwormen. Dus ga maar lezen het boekje. Okay. Dankjewel. Heel hartelijk bedankt. Dankjewel. Maar de vierde die mee heeft geholpen is Plooy. En bij deze Plooy heel erg bedankt. Jij ook bedankt. Dus, hartelijk bedankt Plooy. Dank je. En jij ook heel erg bedankt natuurlijk voor de organisatie. Dan is hiermee denk ik een einde gekomen aan deze bijeenkomst. Nou, laatste dingetje nog. Want
we hebben natuurlijk ook de nieuwe bestuursleden, waarmee ik de afgelopen week een hotline heb gehad om het allemaal te regelen vandaag. Ja, want het was natuurlijk best spannend ook om het op deze manier te doen, maar uiteindelijk hebben ze toch aangedurfd om de online bijeenkomsten door te laten gaan. Dus ik heb voor hun in ieder geval ook een hele erg leuke mok. Dezelfde mok die ik al een paar keer heb laten zien. Dus die ga ik zo nog even geven. En een boekje. Dus nou, ik zou zeggen de boekjes en de mokken. En mocht u het boekje ook nog cadeau willen geven, het is straks verkrijgbaar via droomvalleiuitgeverij.nl. Dus kijk ook op de website en daar kan vanaf morgen dit boekje besteld worden. Nou, hartstikke bedankt. En u krijgt zo snel mogelijk een nieuw flits van het bestuur, waarin alle linkjes en alle informatie staat. Jacques, kom jij? Kunnen jullie meteen vast een beetje kennis maken met Jacques? Jacques wordt een nieuw bestuurslid als het doorgaat na 9 februari. Maar hij krijgt alvast een boekje. Ja, 9 februari. En Marian? Als jullie daarmee instemmen, wordt Hallo. Zij de nieuwe penningmeester volgend jaar. Dus, dank je. Alsjeblieft. Connie kent iedereen natuurlijk al. Connie heeft voor vandaag een heleboel geregeld. Dus heel hartelijk bedankt. Dank je wel. Nou, dan natuurlijk moet ik Esther ook bedanken en Marcel voor de technische realisatie en voor het praatje wat ze hebben gehouden. U hoort dus nog hoe u aan het boekje kunt komen. En wil jij nog iets zeggen? Nou, ik vind dat ik wel genoeg aan het woord ben geweest. Ik ga een glaasje modder pakken, want daar ben ik wel aan toe inmiddels. Hartelijk bedankt voor het kijken. En tot ziens op 9 februari op onze algemene ledenvergadering. We rekenen wel op een goede opkomst. Tot ziens. En nou lekker de tuin in allemaal. Fijne zondag en bedankt dat u er was. Dag.